Oh hoi, welkom bij Weekend Nonsense. Ik ben Cyril en we gaan samen kijken naar een film. Nee, dit is geen review, we gaan samen kijken naar deze belediging voor de menselijke intelligentie. Want dit is namelijk Rock Bottom. En in deze video's gaan we kijken naar de meest slechte films die ik heb gezien. We gaan hem helemaal doorkijken, dus als je deze films nog wilt zien, kun je beter nu de video uitzetten. Want over slechte films gesproken, ik heb iets voor jullie uitgezocht. We gaan samen kijken naar Hercules in New York. Zoals wel meer grote filmhelden, heeft ook Arnold Schwarzenegger zijn goede films en zijn slechte films. Maar na het zien van Hercules in New York was ik toch wel overtuigd. Ik kan werkelijk niet bedenken wat ik hiervoor moet zeggen. Hercules in New York is Arnold's eerste echte filmdebuut. En hij stond hier ook nog eens bekend onder de naam Arnold Strong Mr. Universe. Waarschijnlijk uit zijn bodybuilding tijd. Laten we maar gewoon gaan kijken. Hier is Hercules in New York in een notendop. Zoals we allemaal wel weten is Hercules een half man, half god die zijn tijd doorbrengt tussen de andere goden van de Griekse mythologie. Maar ja, serieus, hij verveelt zich. En hij wil naar de aarde om wat plezier te hebben. Oké, dit is zo'n beetje het hele verhaal. Ja, het is net zo slecht als het lijkt. Het accent van Arnold is gewoon bijna zo erg dat hij niet eens fatsoenlijk te verstaan is. Mars must go where he's called. I only want to browse around. You'd only get into trouble. I have been here thousands of years. I've been here thousands of years. Zeus wil Hercules niet laten gaan en de film begint met de twee die aan het kibbelen zijn over het feit of Hercules wel of niet mag gaan. Het is compleet nutteloos, want uiteindelijk gaat Hercules toch. Nou, sta je mooi te kijken als oppergod. We zitten nog geen 2 minuten in deze film en moet je die muziek toch eens horen. Dit is toch werkelijk hilarisch. En toch eigenlijk ook gewoon behoorlijk triest. Want dit ga je nog vaak horen in de film. De tune gaat echt gewoon, raakt gewoon kant nog wal. Maar goed, de film moet nog beginnen. Laten we ons niet te druk maken. Zeus heeft een glazen bol waarin hij kan zien wat Hercules uitspookt. Hij en de andere goden zien dat Hercules in de zee is gevallen. Hij stuurt een schip om Hercules op te pikken. De bemanning denkt natuurlijk dat ze per ongeluk op Hercules stuiten en ze denken dat hij verward is door het zeewater. En dat hij niet meer goed weet wat hij zegt. Begrijpelijk natuurlijk, het is Arnold Schwarzenegger. Logisch. What ship? Ship? From what you were blown up? Hercules, die duizenden jaren tussen de goden heeft geleefd, weet blijkbaar niet wat een schip is. En hij komt dus echt over als een compleet achterlijke. Dat is natuurlijk wel een rol die Arnold echt op het lijf geschreven staat. Where is the ship bound for? New York. Oké, hij weet niet eens wat een schip is, maar op het moment dat hij hoort dat we naar New York gaan, is het opeens van, oh, oké. Nou ja, goed. Eenmaal aangekomen in New York gaat Hercules er vandoor. De bemanning vindt dat hij eigenlijk moet blijven werken op het schip. Vraag me niet waarom, ze hebben hem gewoon als drenkeling aan boord gehaald. Zelfs Hercules begrijpt het eigenlijk niet helemaal en er ontstaat een lichte discussie of zeg maar gewoon een belachelijk gevecht. En in dat gevecht ontmoet hij de slappe dweil Pretzi, gespeeld door Arnold Stang. Die blijkbaar zo heet omdat hij pretzels verkoopt in de haven. Whatever. Geweldig duo. Arnold en Arnold. Pretzi is eigenlijk gewoon een simpele ziel zonder al te veel geld. Het enige wat hij kan is kijken alsof hij een kameel ziet schaatsen. Serieus. Dat is een beetje zijn trademark in deze film. Waar heeft die kerel last van? Pretzi redt Arnold van de gevaarlijke mannen die knock-out op de kade liggen. En de twee springen in een taxi. De taxi wordt bestuurd door Super Mario. En wanneer blijkt dat Hercules geen geld heeft, wil Super Mario hem wel eens een lesje leren. Want komt hem duur te staan. Waarom rennen ze weg?
Arnold heeft zojuist een taxi opgetild. Ik denk niet dat Super Mario nog veel te zeggen heeft, hoor. Arnold en Arnold, of ja, Hercules en Pratsy, vluchten naar een atletiekbaan. Waar New York's finest staan te oefenen. En op dat moment zit er een professor, professor Camden, en zijn dochter Helen te kijken naar de oefenwedstrijden en de oefeningen. En Hercules komt even laten zien dat hij sterker, beter is dan alle sporters. En de professor vindt het meer dan interessant wat Hercules kan. Oké, het komt erop neer dat Helen wordt opgedragen om Hercules beter te leren kennen. Tijdens een date worden de twee aangevallen door een manke acteur in een berenpak. Kijk nou toch even naar die beer. Zo te zien heeft hij het al moeilijk genoeg met zichzelf. Laat staan dat hij ook nog eens wordt achtervolgd en gevangen wordt genomen. Maar nee, Arnold bespringt de carnavaller en slaat hem uiteindelijk knock-out. Het blijkt wel dat Hercules supersterk is. Maar niemand schijnt zich echt af te vragen hoe dat dan eigenlijk kan. Want zelfs voor een opgeblazen gorilla als Arnold is hij toch wel een beetje ziekelijk sterk. Hercules blijft maar zwammen dat hij een halfgod is en dat zijn vader Zeus heet, maar niemand schijnt die link echt te kunnen leggen. Al snel komt het in de krant en Hercules wordt gevraagd voor een worstelwedstrijd. Aangezien ze hun hotelkamer anders niet kunnen betalen, is dat gewoon de makkelijkste manier om geld te verdienen. Ondertussen dat Hercules zijn wedstrijden doet, wordt Pratsy opgezocht door El Capone hier. Wiens naam we eigenlijk nooit echt te horen krijgen. Hij wordt begeleid door twee boneheads, waarvan er één kan praten. Ja, één woord, dat is. Oh ja, de andere kan ook nog praten. Die heeft dezelfde tekst. Onder druk wordt het contract dan toch getekend en Hercules is min of meer verkocht aan El Capone. Op dat moment is Zeus het helemaal zat. En hij vindt dat het tijd is voor een straf. Daarom roept hij de hulp in van Nemesis. Ze moet Hercules straffen door hem te laten werken onder commando van Pluto. Voor de komende 100 jaar. Maar Juno, de vrouw van Zeus, vindt het eigenlijk geen gepaste straf. Ze mag Hercules niet zo en ze dwingt Nemesis om de krachten van Hercules weg te nemen. Waardoor hij weer een gewoon mens is en hij niet meer supersterk is tegenover de rest. Op een gegeven moment wordt Hercules uitgedaagd voor een wedstrijd gewichtheffen. Maar omdat hij dus onder contract is van El Capone, vindt El Capone dat hij moet winnen. Anders zal El Capone hem wel even een kopje kleiner maken. Zo naïef als Arnold is, loopt hij gewoon de wedstrijd binnen. Maar op het moment dat zijn krachten weg zijn, blijkt dat het allemaal niet zo makkelijk gaat. Uiteindelijk verliest hij. En El Capone zint op wraak. Helen en de professor proberen El Capone en zijn boneheads weg te lokken. Maar Arnold ziet nu zelf in dat dat best wel gevaarlijk is. Ze besluiten de achtervolging in te gaan met... Oké, waarom staat er een tweespan in Griekse stijl midden in de straten van New York? En als dat van deze kerel is, waarom draagt hij dan een berenvel? Oké, stop. Stop. Oh, dit is echt niet te geloven. Ik kan gewoon niet bevatten wat ik hier zie. Wat je nu te zien krijgt, is werkelijk het meest belachelijke in de hele film. En aan de hand van wat we tot nu toe hebben gezien, nou, kun je wel iets verwachten. Oké. We zien dus een Griekse halfgod, die nu weer mens is, die een tweespan steelt van een holbewoner, die een hotdog stond te kopen en die door de straten van New York een professor en zijn dochter probeert te redden van El Capone. De holbewoner rent achter de zijspan aan en wordt op zijn beurt achtervolgd door de holverkoper, die hem weer achtervolgt met een vork met zuurkool. Dit is echt... Wauw. Iemand die aan een script heeft gewerkt, heeft dus zitten denken van ja, dat ga ik doen.
Dat maakt de film nog beter. Ze vluchten naar een opslagplaats omdat de... Ik heb geen idee. Zeus bekijkt alles vanuit zijn glazen bol, maar vindt nog steeds dat het Hercules zijn eigen schuld is dat hij nu in de problemen zit. Ook al weet hij ondertussen dat Juno zijn krachten heeft afgenomen en dat hij nu kwetsbaarder is. Lekker dan, je zoon wordt hier wel even aangevallen en de kans is dat hij niet overleeft, meneer de wijze langharige tackle. Die muziek. Oh. Ik vraag me nog steeds af waarom die muziek hierin zit. Moet het gewoon grappig zijn? Of is dit gewoon om de Griekse stijl in de film te verwerken? Nou, welke van de twee het ook is, het werkt echt voor geen meter. Het slaat echt nergens op. Het past totaal niet bij de scène. Het is gewoon... Ze is in great peril. Maar Venus stuurt twee goden om Hercules te helpen, die opeens uit het niets opduiken en niemand schijnt zich af te vragen waar deze twee opeens vandaan komen. Zeus ziet het gebeuren en vindt dat El Capone Hercules niet goed behandelt en hem als god voor gek zet. Thank you, Captain Obvious. No disrespect for his father. Then save him, great Zeus, even if it is only because he is your son. Ja. Doe dan iets werkelijk waar. Eindelijk komt Zeus tot een beslissing en geeft Hercules zijn krachten weer terug. Jezus. El Capone is blijkbaar onder de indruk en zal nooit meer terugkomen. Hercules en Presti staan nog even op een groot gebouw van het uitzicht te genieten. En Hercules begrijpt dat hij toch niet zo slim bezig was. En hij vraagt Zeus voor vergiffenis. Hij keert terug naar de andere goden. En Hercules vertelt Zeus alles wat hij heeft meegemaakt op de aarde. Mijn god, deze film slaat werkelijk alles. Er is gewoon geen rode draad in te ontdekken en het is gewoon een opsomming van gebeurtenissen waarvan de ene nog belachelijker is dan de andere. De personages zijn gewoon dom en Arnold zelf acteert werkelijk als een bezopen gorilla met hersenschade. En aan het einde van de film kun je nog uren nadenken over wat je nu in godsnaam hebt zitten kijken. Oh, nou, dit was Rock Bottom. Tot de volgende keer bij Weekend Monsters.